meisjes, leuk dat je kijkt bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag speel ik een Fortnite toernooi, een solo Fortnite toernooi. En we hebben één regel. En die regel is, ik moet iedereen pushen. Dat is gewoon de verplichte regel. Ik moet iedereen pushen. Dus in plaats van voor endgame die placementpunten pakken, wat super slim is in het toernooi, wat eigenlijk ook gewoon de bedoeling is, gaan we iedereen pushen. Dus het is niet slim, maar lijkt me wel heel erg leuk. Dus ik heb er in ieder geval super veel zin in. Hoop ik jullie ook. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je heel veel zin hebt in de video. En abonneer op mijn kanaal als je bij wil sporten naar die 200.000 abonnees. We gaan landen. We hebben trouwens al 3 punten. Dat is omdat ik 1 potje heb gespeeld. Ik ging iedereen pushen. En bij nummer 4 ging het helemaal fout. Dus we hebben nu poging 2. Ga lekker neer hoor. Kunnen iemand pushen? Kunnen iemand beamen? Nee, laten we looten. Laten we snel looten. Voordat hij mij ook gaat schieten. Oké, we hebben shield nodig. En een shotgun. Die hebben we nu ook al. Oké, eigenlijk shield. Kijk, een SMG erbij is ook lekker. En dan gaan... Oh, maar. Ja. Nou, kijk even. Ja. Gaan we nu doorlooten? Of denk ik gewoon, fuck it, we gaan direct pushen. Ja, ik denk dat dat niet een slim plan is. Maar we gaan alleen maar domme dingen doen. Oh. Huh? Ligt er... Wat? Hij is gewoon gekild. Oké, dan. Hij is gewoon gekild. Ik ga even een cone plaatsen. Ik pak deze kist. Ik pak die barrels. En dan gaan we vol erop. Een pump. Ammo. Nooit vergeten. Zonder ammo kan je niet schieten. Kan iemand killen. Hé, dat is slim. Mod. Die paper. Dat gaat zo snel. Dat ik niet eens kan editen. Ik moet hem full boxen. Waar ga... Ik zie... Ik hou hem... Hij kill me ook gewoon nog bijna. Het ging helemaal fout. Die paper ging veel te snel. Ik heb nog helemaal nog niet opgewarmd. Deze iemand. Ik kan niet... Oh mijn god. Ja. Hij zit full box. You can it. Dood. Heerlijk. Ja. Let's go. Nog extra mad miss als heals. Een harpoen. Kan nog wel eens goed zijn. Pop ik die papers zodat we zo snel mogelijk weer iedereen kunnen pushen. En met die harpoen kunnen we misschien de mensen een box jumpen of zo. Want ja, dat is de bedoeling van deze hele video. Dat ieder... Waar zit hij? Heb ik iedereen gepushen? Ja. Jij is het volgende slachtoffer. Hij zit hieronder. Ik wist het. Er is ook nog iemand geboxt. Ik moet even oppassen. Dit bedoel ik, hij wordt iemand anders beschoten. Nee, hoezo zijn er zoveel man? Ja, ik moet iedereen pushen, maar dat is niet slim. Wat? What the fuck? Nog een... Wat? 150? Nee, nog iemand. Wat gebeurt hier? Ik moet iedereen pushen, dus we gaan ervoor. Waar is die? Hij is hier beneden. 70. Replacen. Boom. Nee. Oh mijn god. Dit kan niet. 5 kills al. Of spam direct in een Fortnite toernooi. Holy lekker. Oké, dat is perfect. Dat is zoveel punten al. Besef, als we nu vol gaan doorpushen, kunnen we zoveel kills pakken in dit potje. Plus, die placements... Die gaan zo meteen ook gewoon erbij komen. Kijk, we gaan niet voor placement spelen. Maar zodra wij gewoon niet doodgaan en lekker iedereen blijven killen, gaan die placement punten er ook wel op tellen. Dan gaan we gewoon kapot veel punten halen. Oké, laten we direct doorgaan. We gaan een rift pakken en door. Oké, heerlijk, een riffie. Waarom zullen mensen zijn? Ja, ik zie helemaal niks. Echt, wie heeft hier nog meer last van? Ik zie gewoon, ik moet bijna in het scherm. Maat. Hallo, mensen? Ja, iemand aan het hakken hier. Ja. Nee. Wat doet hij? Hij heeft parcours. Hij heeft parcours. Koon. Hoi, achter je. Hoezo? Wat? Nee. Je zou maar in een Fortnite toernooi gepickaxed worden. Dit is de allerslechtste speler die ik ooit in een Fortnite toernooi ben tegengekomen. Zijn fights daar. Let's go. Oké, we gaan nu op een hoog tempo. Er zijn nog superveel man. Dat is heel goed. Ja, laten we kissen. Nee, geen tijd voor. Direct pushen. Pak je die rift. Ik zag daar fights. Laten we die direct naartoe gaan. En die kills pakken. Ja. Hier zijn schoten. Oké, wacht. Ik zie een truck hier. Ik zie hier iemand. Daarachter waren fights. Hij heeft een paper. Oké, ik haat fight tegen mensen met een paper. Oh, nee. Niet meer beamen. Hij moet niet gered. Oké, heavy. Moeten we gelijk mee oppassen. Als hij me hit, wordt het een big hit. Mag ook, ik ga eruit. Let's go, easy kill. En ik werd gelijk beschoten, gelijk weer door. Hij is er al, een piecer. Oh mijn god, dit is een tryhard.
Ook als een tryout normaal zou je dan weggaan misschien. Maar we weten de regel, we hebben geen keus. Nee, en deze guy is echt te zweterig. Oh mijn god. Full box. Oh mijn god. Pap Sartemus is ook gewoon een Nederlander. Helemaal ondergekakt. Oh mijn god, let's go. Wat een kill. Full box, gewoon hij wist niet wat er gebeurde met hem. Ze komen letterlijk gewoon bezorgen gewoon. Ze komen die kills gewoon bezorgen en die loot. Oh nee, moeten die high ground securen. Het is me er wel in hoor. Oh mijn god. Dit is een tryhard. Hij moet oppassen, niet te hoog ben, dan wordt gespliefd. Hij gaat ook al naar beneden. 6 hit? Hij probeert al splieven. Full box. Wat gebeurt er? Ik moet reloaden. Waar zit die gast? Mijn mats. Er zijn ook nog zoveel fights eromheen. Ik moet hem snel killen. Mijn mats. Ik heb hier geen mats meer voor. Ja, wat? Oh mijn god, let's go. Heerlijke kill. Heerlijke kill. Ik had die echt snel nodig, want zoveel mats aan die build fight verspeeld. Dixiel mee. Kijk, nu heb ik een probleem. Nu moet ik farmen, gewoon, want ik heb geen mats. Maar we hebben spelregels en dat is pushen. Dus ja, ik heb niet heel veel keus. En dat is weer vol erop. Maar hè? Hoezo is hij in een storm? En van wie is die loot? Is er... Heeft hij de guy gekilled? Dat kan het zijn. Ja, dit is gewoon van loot van iemand die heeft gekilled. Oh mijn god. Dit is ook een tryhard. Wel een heerlijk hit. Nee, dit is moeilijk. Snel mini poppen. Pas ik niet van rechts voor beschoten. Nee. Ik ga ervoor. SMG, let's go! Code Gerla en Co voor 1 bot met je SMG, jongens en meisjes. Laat in de comments achter. Als je mijn code gebruikt, dan ga ik weer mensen een hartje geven natuurlijk die dat doen. Want die sporten mij enorm. We kunnen binnenkort weer even dikke giveaways doen zoals de laatste tijd. Bij 200k. We hebben bijna 200k. We komen in de buurt. Eerlijk. Daarom ook iedereen die zou willen abonneren. Ik zou het heel erg waarderen. Wat zou ik beide 200.000 abonnees weggeven? Laat het even weten in de comments. Ik heb al 10 kills in een Fortnite toernooi. En nog 20 man. En er zijn weer fights. Kijk, nu zou je denken van, Joep, kom op. Je hebt al genoeg kills. Ga voor endgame. Pak die win. Secure die punten. En daar doen we niet aan. Ja, code Gerla Co. Het is een feit. Het is een feit. Kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet. Wat een toppertje. 11 kills. Hier ook weer fight. Gas erop en door. Zijn dat fighten nog? Oké, nog 2 man. Eentje op high. Oké, beter overleven. Wacht nog even met doodgaan. Gewoon wacht nog even. Missen van al je shots en alles. Zodat ik allebei de kills kan pakken. Skip die loot. Oké, hij heeft eentje gekilled. Dit is wel een perfecte third party. Alle loot ligt hier gewoon nog. We boxen hem niet. Hij is niet cracked. Oh mijn god. Hij is nu wel cracked. Waar ga je naartoe, maat? Oh mijn god. Nee. Ik moet fullboxen. De zoon. De zoon. 1 AP. Dood. Heerlijk. Madmiss. Dus het is blauwe pump eindelijk. Oh, ik heb geen launchpad. Shit. Nee, ik had die... Oh mijn god. Ik had die Madmiss moeten pakken. Heel dom. Ik had die Madmiss moeten pakken. Maar weet je wat ik dacht? Guzzlejuice krijg je al fully AP van. En als je het in een storm hebt, die Guzzlejuice, dan werkt die niet. Oh, dit is helemaal niet slim dit. Oh. White wheels hier? Nee. Oké. Okay. Dit is niet best. Dit is echt niet best. Spider-Man. White heels, medkit. Ja, oké, top, 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 top. Dan ga ik mijn AR gewoon droppen voor die white heel. Medkit. Oké, dat heeft me ook enorm geholpen. Heerlijk. Nee, schoon tegen. Medkit moet ik nu poppen. Ik pop die medkit nu. Dan rennen we vol naar de storm. Daar pop ik dan een guzzeljuice, want er is weer helft vanaf natuurlijk. Waardoor ik weer 100 ben en dan gaan we iedereen direct weer pushen. Kijk, normaal is ook lekker mijn meds gaan farmen. Zodat ik weer cap ben. Gewoon 1500 meds. Dat is het maximale in het Fortnite toernooi. Mag niet, helaas. Ik kan trouwens ook een keer doen dat we alleen voor endgame. Dus dan mag je gewoon geen kills pakken in een Fortnite toernooi. Je moet fully voor endgame. Zal ik dat een keer doen? Laat het weten. Daar loopt iemand. Daar staat iemand zelfs. Oh, ik heb mijn AR natuurlijk niet bij me. Please. Ja, ja. Blijf daar zitten. Als hij daar blijft zitten. Nice, nice, nice. Hij hoort mij niet. Ik heb geen AR. Ik moet heel dichtbij komen. Oh mijn god. Waarom? Nee. 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 Dat meen je niet. Dat meen je niet. Hij heeft gewoon mijn kill gestolen. Hij schoot ook gewoon eerst op mij en daarna pas op hem. Wat een hond. Oké, ja. Ja. Volgens mij weet hij nog niet wat hem te wachten staat. Moet deze... Nee. En ik doe edit parcours alles. Oké, even die mes pakken, alles reloaden. En ik hoor nog iemand rechts. En jullie zijn dood.
andere gans komt ook gewoon. Shit om. Drie lounge pad. Wacht, ik doe wel een short pad. Ik had ook een hoog kunnen doen, maar kijk, voordeel hiervan is, kan ik even hier landen. Kan ik hem nu vol holden? Hè? Hij moet nu toch... Wacht, ben ik blind? Joep. Heb je wat aan je ogen? Hè? Voetstappen. Dit is hem. Je hebt geluk. Mijn bloem zat niet mee. Ik moet naar de zone. Misschien zal ik die lounge pad poppen of niet? Even, ach ja, we zijn bijna in zone. We kunnen het op zich wel volhouden. Waar loopt dit ventje? Hé? Wat is hij nou aan het doen? Ja, ik ga mijn lounge pad niet op hem verspillen. Dus hier voor ons nog iemand. En we moeten hem nog killen. Is hij uitgestapt? Wacht, zit hierin? Hé? Wacht. Is hij dat of is dat weer iemand anders? Ik heb echt geen idee. Wacht, we kunnen een gekke surprise op hem doen. Want dan pop ik dit op jou. Nee. Hij is een controller player. Waar is die andere gast? Ik kan zijn walk niet pakken. Hij heeft 0 ping. Oh mijn god. Laat me healen, alsjeblieft. Hij was 8 HP, Oh, ik dacht even dat ik daar dood ging, maar let's go. 14 kills, klasse. Zijn fights. Ja, waar gaat hij naartoe? Wie zit? Hij wil me ook gewoon direct fighten. Easy hit. We hebben nog high ground. We hebben zeker nog high ground. Hij gaat willen healen. Nee, nee. Ik had net zijn box, alles. Oh mijn god. Let op. Let op wat ik met hem ga doen. Ja, je moet nu dood. We hebben ook geen match. We gaan... Ja. Spider-Man. Geef me die. Ik moet launchen. 15 kills. En hier zijn we. We gaan vol door. We pushen gewoon iedereen. We zijn echt gek. Waarom doe ik dit? Nu doodgaan. Heb ik het zo hard de winnen verspild. Is nog een rift? Oh mijn god, zie je hem? Ik zie hem wel namelijk. De vraag is, heeft hij mij gezien? Hij moet daar nu weg. Ik heb geen AR natuurlijk. Ja. Ik moet hem pushen. Ik heb geen ammo in mijn... Oh mijn god, dat was een ziek skill ooit geweest. Waar gaat hij naartoe? Ga je achtervolgen, maatje? Ik ga je achtervolgen. Wat de... Is hij dit? Ik hoor boven ook van... Of is het... Jojo! Doei doei! Heerlijk zeg. 1v1. 1v1's deze winnen. 17 kill win in een toernooi. Het kan echt dat we echt paupertje hoogte gaan staan van Europa. Maar kijk waar ik ben. Ik moet helemaal omhoog. Shit. Oh, dit is perfect. Oh mijn god. Oh mijn god. Pak ze wel. Oh, gauw classic. Nee, ik ben nerveus. 1v1. Ik zit in zijn box. Ga ik reloaden? Nee. Hier komen. Nee, niet in de rift. Ik ga blokkeren. Ik heb hem geblokkeerd. SMG. Ja, let's go. 17 kill win in het toernooi. Deze challenge ging super hard. Jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dat leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, belletje aan. En laat even een leuke comment achter. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video of livestream. Laters.